We zitten in het laatste blokje. Is er nog iets wat je had willen zeggen eigenlijk? Nou ja, wat ik eigenlijk wilde zeggen nog is dat samenwerking is essentieel als het gaat om natuur. Want je kan het nooit alleen, je doet het altijd in met partijen. Mm-hmm. Zo hebben we TLC ook ontwikkeld met Voeve en Faber, een belangrijke partij voor ons. Maar ze zijn eigenlijk op allerlei plekken partijen die we tegenkomen waar we graag de samenwerking mee zoeken. Het is ook wel een uitnodiging voor de luisteraar, van als je denkt van we hebben een kans voor biodiversiteit of we zien hier misschien ruimte. Praat eens een keer daarover met ons om te kijken wat voor mogelijkheden daar daadwerkelijk liggen. Dat begrijp ik. Even nou over de muziek, want we zitten in het laatste blokje, hebben het altijd over de muziekkeuze. Waarom Muse met Feeling Good? Ja, ik vind het een heerlijke combinatie van iets wat vrolijk maakt en waar ook een lekker, toch wel stevige muziek onder zit. Dus daar word ik altijd vrolijk van, ja. En Diggy Dex, Eva de Roveren met Slaap Lekker? Ik vind Diggy Dex een vrij briljant Nederlandse artiest. En Eva de Roveren een hele goede Vlaamse zangeres. Ik vind de combinatie van de rap van Diggy en de zwoele Vlaamse stem van Eva vind ik onverslaanbaar eigenlijk. Ja, kan ik wel met je delen. Hillsong, You Say Who You Say I Am. Hillsong is voor mij een heel belangrijke. Ik ben zelf christen. God is voor mij heel erg belangrijk en dit is voor mij ook vaak echt een manier om daar weer terug te komen. En ik ga vaak, toen het nog kon, naar de Hillsong Church in Parijs of in Amsterdam of plekken waar ik op dat moment ben, ja. Om daar met andere christenen te zijn en dan is het prachtig. Ja. Ja, zeker. Bruce Springsteen met Born to Run. Bruce is een beetje onze family gig. Ik heb drie broers en een zus en mijn broers houden allemaal heel erg van Bruce Springsteen. Ik heb het van hun eigenlijk geleerd en we zijn ook naar een concert geweest van hem samen. Mm-hmm. Dus ja, dat is gewoon... Die hoort erbij. Ja, absoluut. Die hoort erbij. Armin van Buuren en Josh Cumbie met Sunny Days. Armin is ook gaaf. Ik ben met mijn vrouw Ingrid naar een concert geweest van hem toen hij een soort van jubileumconcert had. In Breda was dat? Nee, in het... Nee, Den Bosch was dat. In Amsterdam. Oh. Ja, en dat was ook fantastisch. Het is gewoon een hele goede artiest die ook verschillende vormen van, wat meer moderne muziek combineert met klassiekere instrumenten en zang. En op die manier ook heel veel artiesten bij elkaar brengt. Dus dat is mooi, ja. En Bluff en Gijke Arnaert van Zoutelanden. Ja, Bluff... En mijn broer vindt dat hij niet goed kan rijmen, maar ik hou wel van de muziek. Ik vind Bluff hele prettige Nederlandse muziek met goede teksten, waar ik vaak ook na jaren luisteren nog een keer weer een verdieping in zie die ik nog niet had gevonden. Oké. En de koppeling naar het Zeeuwse Zoutelanden is gewoon heerlijk Hollandse melancholiek voor mij. Ja. Frank Boeien als laatste, zeg me dat het niet zo is. Frank Boeien vind ik, dat is voor mij een beetje thuiskomen in regio Arnhem-Nijmegen. Eigenlijk is het natuurlijk gewoon keihard Nijmegen, maar ik voel dan toch wat mee ook vanuit Arnhem, waar ik zelf woon. Ik verplaats me gewoon direct in de stad. Als ik hem hoor, dan denk ik van aan het park in Nijmegen en aan de kroeg. Dus dat vind ik een mooie en hij heeft ontzettend veel mooie dingen geschreven. Weet jij nog wat de eerste plaat was waar jij geld aan hebt uitgegeven? Ja, ik denk dat het No Doubt zal zijn met Don't Speak. Waarschijnlijk deels door de zangeres en deels door de muziek. Maar ik vond dat destijds erg mooi. Ik weet niet hoe oud ik was toen ik die heb gekocht. Maar het zal jaar of 16 geweest zijn. Nou ja, echt geld uit je zak gehaald om het neer te leggen. Precies, om het singeltje te kopen. We zouden nog heel veel... Maak jij zelf muziek? Heb jij een muziekinstrument of... Nee, ik heb wel van alles geprobeerd vroeger, maar dat is nooit echt blijven hangen tot iets. Dus ik luister het vooral heel veel, en ook dankzij Spotify. Die zijn ook nodig, hè, de luisteraars, daarom, net zoals ik. Ja. Fantastisch, ja, ja. We zijn alweer aan het eind gekomen, Guido. Hartstikke bedankt dat je hier wilde zijn en je verhaal hebt gedaan. Ik vind het reuze interessant en heel belangrijk. En de biodiversiteit op de golfbanen is ook heel belangrijk. Dus dank je wel dat je wilde komen. Dank je wel, Jan. Ontzettend leuk. Adrie, jij bedankt voor de techniek. En volgende week is mijn gast Antoinette Nunes Meijer van Identief. Zij doet advies en training voor ondernemers. En ze is daarnaast ook nog een van de sturende mensen in het Business Open Netwerkclub op de Heelsumse. Daar gaan we het over hebben. En dan hoop ik dat u volgende week erbij bent. Deze uitzending wordt zaterdagochtend herhaald. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.